Want Ren is Ren en Joris Jor. Dames en heren, vannacht welkom bij deze, met het heugelijk feit. We presenteren vandaag Ton Kranners, nieuwe technisch directeur van Rode JC. Dat is een hele goede zaal. Ja. Dankjewel. Hele vruchtbare. We zoeken toch naar iemand die bij de club past, de club kent. Iets heeft met de Limburgse roots en kijken waar de club naartoe wil. Wat is de benoeming van Ton Kranners lag eigenlijk voor de hand? In de eerste instantie hebben we natuurlijk al in begin juli al een sollicitatieronde gehad. Daar was ik een van de kandidaten. Toen is mij netjes medegedeeld dat de procedure even on hold is gezet. Omdat op dat moment andere prioriteiten tevoren hadden. Maar waarom is er toen niet voor hem gekozen? Nou, toen is het hele proces on hold gezet. En het belang destijds, we hebben een gesprek gevoerd met 3 personen. Ton was er eentje van. Alleen bij het doorpakken met de benoeming van de betreffende persoon kwamen er opeens andere zaken die van belang waren. En die in ieder geval een belemmering vormden om een TD op dat moment te benoemen. Waardoor dat hele proces eigenlijk vertraging heeft opgelopen. Ja, in de laatste week, de laatste 10 dagen, is er een stroomversnelling gekomen. Ja, je mag de functie als hoofdopleiding bij Roda 15 jaar geleden mag je niet negeren. Dat was ook al voor mij op dat moment een hele mooie baan. Het was mijn eerste baan in een betaald voetbalorganisatie. Maar zoals jij hem probeert in te schatten, ja, dan is dit de eerste grote serieuze baan die je in het betaald voetbal in Nederland hebt, klopt. Ja, het heeft natuurlijk in allerlei landen gewerkt. Het heeft natuurlijk wel een netwerk opgebouwd, neem ik aan. Ja, kijk, in het buitenland heb je niet zo vaak een technische directeur, dan noemen ze het overigens sportsdirecteur of sporting director. Maar vanuit die positie, omdat men dat niet kent, heb ik de laatste 5-6 jaar heb ik eigenlijk een dubbelrol gehad. Ja, ik merkte dat ik hele goede transfers kon maken voor de club. En, zowel inkoop als verkoop. Ja, en dan begin je het netwerk op te bouwen. Ja, en dat is, dat weet iedereen is een cliché, maar dat is onbetaalbaar. Je kunt makkelijk wat deuren openen. En nou, afgelopen augustus heb ik al mijn steentje mee mogen dragen met 2 spelers. Met Daniel Silva en Wispen Boachi. Ik heb aanstaande donderdag het eerste gesprek met de trainer. Waar wij samen met elkaar gaan praten. We hebben een aantal keer met elkaar contact gehad. Zeker in augustus, hè, wanneer er een paar transfers speelden. Waar hij ook erkentelijk was voor hetgeen wat je daarin kunt doen. En daarnaast heb ik niet zoveel contact met hem hoeven te hebben. En dat gaan we nu wel doen en daar kijken we ook naar uit. Als we gewoon allemaal willen samenwerken, dan gaan we ook samen aan die kar trekken. En dan gaan we ook samen resultaat krijgen. En dan zijn we ook samen verantwoordelijk. Dank je wel.